Aan tafel zit Wim Pijbers met groot nieuws, toch? Er komt in Rotterdam een groot nieuw museum. In de historische Fenixloods op Katendrecht. Een museum dat zich helemaal richt op de bijna 3,5 miljoen Europeanen... die op de plek naast het huidige Hotel New York naar de Nieuwe Wereld zijn vertrokken. In de eerste plaats naar Ellis Island in New York. De zogenaamde landverhuizers. 3,5 miljoen Europeanen vanaf 1872. Ze zijn onlosmakelijk met Rotterdam verbonden. Mooi initiatief. En volgens mij jouw idee. Ideeën gaan wandelen altijd, langs de Maas, of niet? Ideeën met collega Laura Dufour hier in de studio ook aanwezig. Maar we zijn met een aantal mensen zijn we door Rotterdam getogen... om daar gesprekken te voeren met iedereen in de culturele wereld. Wij hebben als stichting een taak om Rotterdam mooier en beter te maken. Welke stichting is dat? Stichting Droom en Daad. Okay. En dat is een stichting die nu een jaar actief is. En we doen dat samen met de gemeente Rotterdam. Mm-hmm. Waarbij we kijken van waar kunnen we investeren om Rotterdamse dingen... die een beetje... nog wat kabbelen om die in die vaart der volkeren op te stoten. En we zien hier die Fenixloods. Dat is eigenlijk een historische plek waar veel zich heeft afgespeeld. En Rotterdam is een stad aan de rivier. Mm-hmm. Maar daar merken we soms zo weinig van. En dat vastgesteld hebbende dachten we... wat is er nou mooier om deze plek weer te transformeren... tot iets wat daar plaatsvond. Dat Hotel New York, dat kennen veel mensen. Ja. En dat heet zo omdat die plek, de Wilhelminakade... maar ook Katendrecht, de plek was waar... 3,5 miljoen mensen kozen om Europa te verlaten, de oude wereld... en dat te verruilen voor de nieuwe wereld. Dus die taferelen die zich daar hebben afgespeeld... met name in de eerste helft van de 20e eeuw... dat moeten echt hele emotionele gebeurtenissen zijn geweest... waarbij schepen, de Rotterdam, de Nieuw-Amsterdam... soms met 3.000-4.000 passagiers of landverhuizers mm-hmm. aan boord... werkelijk een wereld achter zich lieten... om naar dat Statue of Liberty, het vrijheidsbeeld, te gaan... Ellis Island, en daar weer van boord te gaan, als ze werden toegelaten... om daar werkelijk een nieuw leven in die nieuwe wereld aan te vangen.